Drop the payphone. Uiteraard. I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? I mean, all the time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my night. You've turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Joegla. Oh. Ace. Mid. Mijn toasting. Afleiding. Oski, wat is deze bel? Everyone makes fun of German efficiency. Until it starts putting holes in them. Oh! Oh, ace! Niet. Max, ik ben voor het lichaam. Max, hier, volg mij! Max, ja! Hey, wel een porke. Max, je bent precious en je bent een girl boss. En ik sta alleen op site, dus het gaat leuk worden. Nou, mij kan je het niet kwalijk nemen, ik ben de andere Sentinel, dus dat is logisch dat ik altijd. Ik heb ook niet jou de schuld gegeven. Ik zag Daniel gewoon even stilstaan nadat hij de radar kreeg. Ik gotta do it. Fuck! Attackers win. Ik weet nog niet waar ik mijn ult moet zetten. Killjoy's ult. Hier. Nou ja, ik speel Killjoy, dus ik zat wel te denken aan Killjoy's ult. Je kan hem daar zetten, dan kan ik hem gewoon defenden vanuit mid. Of Daniel. Fuck! Ik heb geen gun. Ik ben shit. Ik ben zo ass! Oh ja. Toen had ik die chamber nog. Die chamber was echt nergens voor nodig. Die zag ik, Max. Wauw, hij heeft een keer niet een sniper rifle gekocht. Oh, dat was zo'n bullshit. Het lijk van de Sage teleport door. One enemy remaining. Spike down. Als goed zit hij hier gewoon in het kleine hoekje.
Ja. Wat? Dat werkt zo? Oh, even kijken. Ja. Ja, ik killde die Sage en toen teleporten ze. Alleen, ik dacht altijd van dat je met de tijd mee... Ja? ...beter zou worden. Zoals in Fortnite. Toen werd je, daar ben je echt significant beter in geworden. Maar in Valorant vind ik dat... Heb ik dat zeg maar gewoon niet. Maar je weigert aan cross-up placement te doen. Je weigert het gewoon en het hindert je zo erg. Oké, sure. Maar je moet ziek corrigeren voor alles wat je doet. Ja, Thomas. Oh, hier hangt er een. Oh, beste ghost. To kill that brimstone. Best a ghost is my father. I mean, I will. Het is zo jammer dat je... Het is zo jammer dat je pa nog leeft. Anders is hij wel beter. Dat is waar. Ah! Kut. De outlaw is echt fucking talk shit. Ik kan eigenlijk helemaal niks in postplan. Waarom speel je hem? Ik wil hem testen. Team Ace. Ja, daarom drink ik ook altijd PC-water. Gewoon om het uit te testen voor het geval dat ik de keer lekker ben. Deze analogie staat helemaal nergens op. Nee, ja, wel gelijk. Nee, when he's right, he's right. Let him cook. Elke keer dat je let first, Dario, je weet niet of de volgende batch niet gewoon fire is. Ik kan zeggen wat je wilt, maar hij heeft wel een punt aan jou. Ja, oké, okay, ja, sorry, my bad. Wacht, hallo? Waar komt dat opeens vandaan? Cyan helplessly turned back his head. Gay was the... Gay. Throwback naar de eerste episode waar we hem Gay noemden. He was still standing there. The bell in his hand was wrapped by a faint golden light. And then they both blew up. His blood scattered like fire flowers. Ik ben myself. Soul. Yes, yes. In the memory of those living. Oh, say it so chat. Oh shit. Let's fucking go. Say spitting facts right here. Holy shit, Say is echt mijn favoriete character. Hij is gewoon... Say is gewoon non-stop stream aan facts.
En Saiyan heeft dat zo hard nodig. Holy shit. He tried to suppress the urge to pull that guy's ears to see whether they were real or fake. Saiyan suppressed the urge to slap him in the face. We have a weird typisch expression. Is your head just for decoration? Oh, dat is zo'n goede line, die ga ik gebruiken. Ik vind het mooi dat Saiyan gewoon inmiddels zoveel tijd met Hagen heeft besteed dat hij gewoon zichzelf aan het gaslighten is. Fucking Hagen hoeft dat niet eens meer te doen. He has his good side. Wat is de goede kant? Oké, ik snap dat. Kijk, het lijkt slecht. Ik snap dat hij enorm irritant en kinderachtig is. Ik weet dat hij constant zijn macht misbruikt. Ik weet dat hij mij. Ik weet dat hij me gaslight en emotioneel mishandelt. Ik weet dat hij mij. Basically. Bijna aangerand heeft. Twee keer! Maar. Hij heeft wel een zachte vacht als hij een vos is. Daar gaat het om. Oh, dit is wel een moeilijke keuze. Ik bedoel, we hebben de master. Die, ik basically mijn hele leven ken. Maar tegelijkertijd is het een compleet andere persoon dan ik eerst dacht. Of Hagen. De domestic abuser. We weten al wie we moeten kiezen. Welcome. Russisch. Niet Russisch, maar een andere taal. Jerevan. Shit, waar is Jerevan? Volgens mij Armenië, maar ik ben niet zeker. Verder naar rechts, verder naar rechts. Het is een van die landjes onder Rusland, ja. Volgens mij is Jerevan in Armenië, maar ik weet het niet zeker. Ja. Je ziet hier recht onder de tekst Armenië. Onder de tekst Armenië. Of het is echt alleen maar een random sponsor. Dan ben je echt genaaid. Daar kun je echt niks aan doen. Maar is het wel Moskou. Ja, hier. Kut. Ja, maar het kan niet anders dan dat het hier ervan is, toch? Waar is Moskou? Echt ver weg? Ja. Holy shit. Ja, Moskou is sowieso in Rusland en niet in... Hier staat het toch? Ja. Moskou. Nee, maar dit is echt Armeens en niet Russisch. Ik zou ook niet zien waarom er... Jerevan Wine Phrase. Dat klinkt niet echt als een internationale sponsor of zo, toch? Wine Days. Nee, dan is het sowieso een Jerevan. Waarom zou de Jerevan Wine Days niet een Jerevan zijn? Even kijken. Ze zien er best wel modern. Oh, dit is er echt AirPods in, dat helpt. Oh, dat helpt echt enorm. Dat is het echt 2020 of zo. Nee, echt later nog, want ze hebben geen mondkapjes op. Of is het dan net iets eerder, 19 of zo? Zijn AirPods al zo oud? Ik weet niet. Nee, ik zou wel echt denken... Wacht, nee, ik weet nog. Nee, in Smash heb jij een naam.
AirPod user. En de hype van Smash was sowieso voor COVID. Oh ja. Dus dit, het maar dit is echt briljant, 6-18 is het. Ja. Kom op. Nee, wel nee. Niet! Oh. Die logica vond ik geweldig. Ja, ik ben compleet dry wat betreft predictions. Of überhaupt iets wat ik kan zeggen hierover. Je bent gemute volgens mij. Maar hoe hoorde je dan dat predictions zijn, wat? Hoorde ik niet. Nee, legit, ik hoorde het niet. Ik zei het gewoon randomly. Legit. Wat? Ja, Hunter is sowieso beter. Ik heb iemand gehoord dat My Hero Academia het beste anime. 12 jaar weer nog. Ja, je hebt wat obscure dingen die je beter kan vinden, maar... Sorry. Ik kan ook My Hero Academia kijken. Nee.